Betreft een inbraakalarm. Een stil alarm kan trouwens een overvalalarm zijn of een inbraakalarm. Godverdomme. Heb ik hem getased? En het verhaal aanhoren. Waarom mevrouw niet binnen mag. Als zij gaan met spoed 1 in de bij, er staat een persoon met een heel groot vuurwapen en een gijzelsituatie. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Alice Pudeval en morgen. En zoals jullie zien, ja, niet meer met Wim, maar met Kim. Ja, dit is Kim. Welkom Kim. Leuk dat je de LSPD bent gejoind. De politie. Ja, nou, Kim gaat niet terugpraten tegen mij ofzo. Dus niet denken dat er een of andere vrouw nu op mijn YouTube kanaal speelt. Nee, ja, dit is Kim. Ik kan dus vanaf nu kiezen als ik denk van, even kijken, FL. Ik wil naar Wim. Dan gaan we naar Wim. Maar we hebben ook vrouw Kim. En vrouw Kim heeft een politiepakje. Vrouw Kim heeft wel een ander koppel. Dat valt mij al op. Ik kon niet de koppel vinden die Wim heeft. Maar niks uit. Kim heeft geen tatoeages. Gaat allemaal niet komen. Dus Kim. Ze is hoofdagent. En ja, ze mag alleen rijden. Dus dat gaan we vandaag ook doen. We moeten ons wel even inmelden natuurlijk. Als ik het goed heb. Ja, we gaan het meemaken. Ze zal minder snel rennen dan Wim. Ze zal ook anders... Ik weet nog niet hoe ze praat. Dat hebben we nog allemaal niet gehoord. Maar ze kan even goed rijden als Wim. Dat gelukkig wel. In de B-klasse vandaag. Dit gaat het nieuwe politievoertuig worden. Ze worden langzaam al geleverd, wat ik zo zie. En begreep. Dus even een slokje drinken. En dan gaan wij de straat op. Voertuigcontrole zal ik nog even voor jullie doen. Had ik wel al gedaan hoor. Blauw doet het, stop doet het. En oranje doet het. Nou, groen en... Groen doet het, werkverlichting doet het. Kofferbak gaat open. En we dicht. Zo, let's go. Nou, hij staat nu in zijn S, nu weer automaat. Bijzonderheden voor vandaag. Ja, ik denk dat jullie al helemaal in shock zijn door Kim. Dus ik zal maar niks extra's vertellen. Er was ook niks extra's te vertellen. Ik pikte een telefoongesprek op en nu mogen jullie mij even vertellen in de reacties of ik op basis van dit telefoongesprek deze meneer mag fouilleren op verdenking drugs. Oké, dat is Kim. Hoi, hey, ik wil je even fouilleren, ook al mag ik dat officieel niet doen, want ik ben een vrouw, dat wordt niet. Heb jij drugs bij toevallig? Oeh, een aangehouden vriend. Verboden wapenbezit. Niet te antwoord verplicht, recht op een advocaat. We hebben onze eerste aanhouding met Kim. Even juichen, iedereen klappen. Meneer de vuurwapen bij. Nou, ik reed langs hem en ik pikte een telefoongesprek op met nou, wat ik dit weekend ga doen. Nou, behalve drugs roken, dus wiet roken, ga ik helemaal niks doen. Ja, en dan moet je niet bij mij zijn. Want dan, of dan ga ik gewoon verkeren. Op basis van artikel, weet ik niet, verboden middelen. Of die bij zich had, nou, de vuurwapen bij. De staver is hier aangehouden. Ik had hem ook zelf even kunnen brengen, maar ik doe standaard... een transportje laten komen. De eerste melding kwam ook al binnen, die konden we natuurlijk even niet aannemen. En dan gaan we nu weer verder. Even kijken nemen. Bij een voertuig die met pech langs de weg staat. We gaan even snel hier draaien. Lijkt erop dat hij niet midden op straat staat. Dat geeft ons de indicatie om even rechts van de vrachtwagen hier te gaan staan. En gewoon prio 2 te gaan rijden. Die reed een rood vrachtwagen. Die auto ook. En dan hebben we hier gewoon links op.
We gaan kijken of we iets kunnen betekenen. Kim is namelijk handig met voertuigen, met auto's. Dus misschien kan ze hem maken. En anders gaat ze takelwagen laten komen. Nou, dat op zich staat hier wel onhandig. Wat ik ga doen, ik ga hem zo hier neerzetten. Ik ga hem proberen te maken. En mocht je nou dadelijk denken van hij is gemaakt en ik rij in één keer vol weg en ik ga in één keer vol naar links, want zijn wielen staan wel een beetje naar dat ding, dan ben ik al weg. Klinkt alleen niet heel soepel. We gaan het kijken, hallo. Ik ga eens voor u kijken, meneer. Nou, ik zie het al. Ja, au, het is warm. Nou, veel plezier ermee. Voordat je achteruit rijdt voor... Ah, oké, mooi. Meldkamer, we zijn weer inzetbaar. Status 1. Is wel druk bezig achter zijn stuur. Daar is wel iets mee aan de hand. Die gaat een stopteken krijgen, of die heeft hij al gekregen. En een bekeuring voor een burn-out. Ik geef mensen even de ruimte om hier aan de kant te gaan staan. Ik ga niet in één keer nu weer vol beide tegen elkaar aan. Heel goed. Sorry, verkeerde knop. Die klinkt ook niet echt lekker. Goedendag. Hallo. Waarom die burn-out? Sorry agent, ik was gewoon een beetje lollig. Ik had gewoon een beetje grappig of zo. Ik wil graag even een rijbewijs zien. Oké, is allemaal goed. Ik krijg van mij een bekeuring. Ik ga trouwens even kenteken check doen. Moment. Ik weet niet of doing a burnout hieronder staat. Careless driving kunnen we doen. Nee, voor de rest staat er niks. Oké. Goed, keuren bedraagt $550, is niet niks. Fijn, nog verder. Meneer, alsjeblieft, je small man. Oh, de zombie. Oh. Dat klonk als Franklin die opeens begon te praten. Zo, wij gaan de weg niet langer ophouden. Ja, onderweg hoor. Ik krijg een prio 2 melding, eigenlijk wel echt een prio 1 melding vind ik. Maar zonder sirenes, dus ik maak er een prio 1'tje van. Betreft een inbraakalarm, een stilalarm. Kan trouwens een overvalalarm zijn of een inbraakalarm. Dat komt binnen bij een centrale meldkamer die dat doorgeeft aan onze meldkamer, politiemeldkamer. En die kan eenheden sturen. Dus we gaan een kijkje nemen. Rechts is vrij, links is vrij. Voetganger heeft mij niet gezien, nu vast wel. Ja, wat je daar kan aantreffen zijn inbrekers, kan ook een ander verhaal zijn. Dus we gaan het zien. Of natuurlijk een overval. Het lijkt erop dat het bij het tankstation is. Dus dan gaan we een overvalletje krijgen, of een inbraak, maar het lijkt me gewoon dat een tankstation open is rond dit tijdstip. Niemand is binnen hier. Ik zie niemand. Ik vind het eng. Hallo politie. Hallo. Godverdomme.
Hey. Oh, is gewoon kapot, man. Goedendag. Hey. Ik ben nu de eigenaar. Ja, ik ben de eigenaar of dit of het is bla bla bla. Waarom? Heeft u toevallig melding gekregen van een stil alarm? Oh, we hebben melding gekregen van een stil alarm in deze winkel. Weet u waarom? Nee, ik heb geen idee. Oké, wat was dat geluid, dat geschreeuw daarachter wat ik net hoorde? Geen idee. Oké, vind je het erg als ik even ga kijken? Ja, vind ik wel erg. Oké, waarom vind je dat erg? Nee, gewoon niet doen. Oké, meneer, ik wil even tot u blijft staan waar u staat. Ik wil even uw handen zien. Godverdomme. Heb ik hem getast? Nee, knop. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. We zitten ingesloten de... 12.02 OC, we komen eraan. Zo. We zijn geraakt. Even denken. De eigenaar van de winkel ligt hier achter. Mogelijk vermoord door de... deze gast. Trok een vuurwapen toen wij gingen kijken. Meerdere schoten gelost vanuit ons en vanuit de verdachte. Ga met spoed en ambulance deze kant op. Eerste collega's zijn ter plaatse. Goeiedag. Hoi. Ja. Hoi Ambi. Hoi. Moment hoor jongens. Zo, groen staat aan. Waarom loop ik opeens zo breed alsof ik echt een gekke kast ben? Hoi. Ja, hij lijkt dood. Ah, hij lijkt zeker dood. Sorry. Lunted wife. Oké, het zal wel. Daar zijn we weer. Ik heb hem eens weer opgelapt. Schotwond, schaafwondjes waren het. Heeft daarvoor de ambulancebroeders gezien en die hebben haar geholpen. Inmiddels vrij, status 1, maar inmiddels niet status 1 trouwens. Status onderweg richting drugs. Vriend, ik vind het zo terecht dat jij nu dood bent, ook al ben je maar een computer. Een paar drugsrunners zouden zich in een voertuig bevinden. Zouden via de ANPR-camera's zijn gezien. En onze taak om daar een staande houding uit te voeren, want ze worden nog gezocht. Is hier lekker racen. Het is nou niet echt een lekkere weg om met je stuur doorheen te moeten, maar ja, Kim moet het ook, zullen we maar zeggen. Hè? No. ANPR-camera staat voor Automatic Number Plate Recognizer, geloof ik. Of reader, nee, recognizer. Dat wil dus zeggen, het is een automatische nummerplaat herkenner. Stop voor sedan. Dat betekent dat als iemand dus heel veel bekeuring heeft openstaan, of bijvoorbeeld, zeg nog eens iets, ja, gezocht wordt. Of bekend met drugs dealen. Er zit geloof ik één iemand voertuig wat ik zo snel zag. Dan ja, en hij rijdt langs een ANPR camera. Die zitten trouwens ook op de voertuigen. Niet op elke, vooral de Audi en de V70. Ja, dan krijgen ze daar een melding van. Kan de meldkamer zien van oh, er rijdt daar een drugs dealer. Bijvoorbeeld de 12-01. Ik dus. Rijdt er in de buurt of je even wilt uitkijken naar het voertuig. Uitstappen, oké, dat heeft geen zin. OC achtervolging. Ga nog de Zulu erboven als hij in de buurt is. Want hij is snel. Collega's zitten erachter, wij zijn al bezig met leaving, maar we proberen erbij te komen. Maar doordat wij nu de Zulu erboven hebben hangen en de collega's er vlak achter, wordt het een rondje met een sterretje. Dat betekent dat we hem dus niet echt kwijt zijn, maar gewoon niet meer in het achtervolgingsgebied zitten.
Het is goed dus als ik nu dus ook vraag om backup, kan ik niet een backup vragen. Dus ik kan geen assistentie meer vragen. Oh, die staat wel op de andere weghelft. We moeten eerst in de buurt komen, dan staat er weer joining en dan kunnen we weer meehelpen aan deze achtervolging. Maar nogmaals, we hebben op dit moment de Zulu en de collega's voor mij die nog enigszins dichter in de buurt zijn dan ik ben. Oké, aparte keuze, maar ik ga toch mee. Rustig aan, Kim. We komen in de buurt van de Zulu, dus ik hoop ook in de buurt van de verdachte. Oh, hij dropt pakketjes, shit. Dan moeten we die dus dadelijk allemaal gaan zoeken. Meldkamer, er is een pakketje gedropt, ongeveer 300 meter achter mij. Maak er nu maar 400 meter van en ga zo maar door. Graag een collega die laten ophalen. Ja, we zullen straks even snel gaan kijken. Als we hem hier in de buurt kunnen aanhouden, dan ga ik nog even dat pakken. Want dat is hier nog één. We moeten deze route dadelijk terug gaan rijden. Want als we dat niet doen, dan houden we hem aan zonder bewijs. En zonder bewijs aanhouden houdt eigenlijk in tot hij misschien maar een jaar... Kut, dat is de verdachte. Ik dacht gewoon dat hun gecrashed waren. Vuurwapen geloof ik. Handen laten zien. Oké, omhoog. En liggen. Heel goed, ben aangehouden. WC-waarschuwing schoten gelost hoor. Welke verdachte beweging wordt er nu gerecht geschoten, oké? Dingen bijna niet bij me hebben. Did you see? Yes, dat heb ik gezien. Even hier blijven. Ik ga een transportje voor je laten komen, ik ben in ieder geval... Is dat Franklin? Nee. Aangehouden, gefouilleerd. Ik ga het voertuig nog doorzoeken. En dan gaan we die route na, want er lagen meerdere pakketjes op straat. Die zijn vanuit het voertuig daar naartoe op straat gegooid. Ja, en dat is dus allemaal bewijs in deze zaak. Idiota, zei je dan hè? Had ik nou op hem geschoten? Nee. Dat is wel geschoten op hem. Goed, ik geloof als ik dit gewoon... Ik kan nog eens de andere... Ik kan nog eens de kofferbak doorzoeken, maar ik geloof dat ik gewoon hetzelfde vind. Niks interessants, dus zal ik hem nog even hier zijn kan doorzoeken. Mes, een zakmes. Gaat takenwagen deze kant op? Voertuig wordt afgesleept. En we gaan de pakketjes zoeken. Zoeken, gewoon even oppikken. Ik weet dat in deze bocht hier eentje komt. En ze zweven een beetje in de lucht. Zijn ze al weg? Ik wou net zeggen. Dat is één. Dan gaan we naar de rechtszaal, gaan we kijken van bla bla, we hebben die aangehouden. Reckless driving, possession of drugs.
Dangerous driving, resisting arrest, low skill drug dealing, low skill, oké. 5 jaar? Godverdomme man, dat doen we niet meer voor, hè. Ja, oké. Er waren dus echt nog 4 dingen over deze hele route verdeeld die we gemist hebben. Sorry daarvoor, ik had meer zin om nu lekker terug naar de stad te rijden. Weer inzetbaar te zijn. En ja. Dat dus. Meteen even kijken wat met dat voertuig aan de hand is. En dan zitten we bij deze even inzetbaar Sandy Shores. Want die scheurt voorbij en die gaat ook hard, joh. Heeft hij daar iemand in halen? Stop voor, stop zo. Die duikt even later moment naar links en trapt Kim niet in. Goedendag meneer. Hey. Ben je eigenaar van het voertuig? Claire, dat lijkt me niet echt een Claire, maar goed. Claire kan ook een jongensnaam zijn, denk ik. Blijkbaar. Oké, in ieder geval, u rijdt om een voorlopig rijbewijs, ingevorderd. En u was niet verzekerd. Ik weet niet of u nog niet verzekerd was of... Expired insurance and suspended license. Zie ik daar nou nergens staan, een suspended license? Ah, hier. En nu ben ik weer, godverdomme. Invalid. Expired. Expired insurance. Oké. Okay. Goed, boete bedraagt. Weet ik niet, niet gelezen. Er kwam iets wits. Ik weet niet of ik voertuig in beslag heb genomen. Soms, als het zou moeten in Amerika, dan staat het automatisch aangevinkt. Seized vehicle. Dus dat wil zeggen dat je automatisch het voertuig in beslag neemt. We mogen nu wel in ieder geval niet verder rijden. Ik weet niet of dat... Oké, laat maar. Dat heeft niemand gezien. Mensen zeiden inderdaad wel in de comments van... als iemand nou met een verlopen rijbewijs rijdt of geen rijbewijs of noem maar op, doe dan seize vehicle. Dat vind ik realistischer dan dat je hem door laat rijden en doet alsof die. Dus laat maar even in de comments weten of jullie het daarmee eens zijn. En waarmee zullen jullie nu misschien denken, maar zijn jullie het ermee eens dat ik in plaats van iemand door laat rijden en doe alsof die niet meer verder mag rijden, gewoon zijn hele voertuig in beslag neem? Of zeggen jullie, laat hem maar gewoon doorrijden, want voertuig in beslag nemen is nog onrealistischer. Dus laat maar even weten. In ieder geval ja, terug richting stad en dan zie ik jullie daar zo meteen. Ja, is goed, we gaan kijken naar hem. Ja, we hebben een melding. Persoon vraagt een burger, heeft assistentie van de politie nodig. Onbekend wat de melding is. Prioriteit 2. We gaan het zien.
Lijkt erop dat het huis van Michael is. Dus we, ja, ik geen idee, melding nog nooit gehad. Dus we gaan zien wat we daar gaan aantreffen. Melding van die silent alarm heb ik ook nog nooit gehad trouwens. Wel een beetje iets in die richting, maar dit was wel ja, een leuke melding. Die vorige dan, daarvoor, ik weet niet meer welke, de eerste. Of de tweede, ik weet het echt niet meer. Hier staat iemand buiten. Even mijn drinken dicht doen. Voordat ik dadelijk per ongeluk pak en hij over mijn pc valt. Hallo. 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 Ben nu de persoon die 112 heeft gebeld? Ja, dat was ik. Oké, heeft u een ID voor me? Ja, of ja, natuurlijk. Go. Ja, dankjewel. Hey, kun je me even bellen wat er aan de hand is? Mijn ouders willen me gewoon niet binnenlaten. Weet je waarom ze dat niet willen? Nee, ik heb geen idee. Heb je geen sleutel? Nee, ze hebben me nooit een sleutel gegeven. Oké, ik zal even kijken wat ik kan doen voor je. Dankjewel, agent. Alsjeblieft. Hé, hey, we gaan even binnenkijken, aanbellen eventueel. Of ja, binnenkijken. We zullen aanbellen. En het verhaal aanhoren. Waarom mevrouw niet binnen mag. Nou, je staat alleen maar buiten. Hallo. Politie, dat had u al gezien. Hey. Hallo, ben u de moeder van Tara Holtzi? Ja, waarom? Wat heeft ze nu weer gedaan? Nou, ze heeft 112 gebeld. Nou, waarom heeft ze dat dan gedaan? Nou, omdat u blijkbaar haar niet de woning inlaat. Nou ja, ze kon ook buiten slapen. Nou, dat lijkt me niet waarom zou ze buiten moeten slapen. Nou, ze is nooit thuis, dus waarom zou ik haar binnen laten? Omdat ze uw dochter is. Ja, dat boeit me niks. Ja, maar je kunt er niet buiten laten slapen. Je moet er naar binnen laten als ze gewoon bij je thuis woont. Nou, oké. Okay. Nou goed, ik heb alles even vertaald voor jullie. Beide verhalen. Kort gezegd, mevrouw bij de poort komt niet binnen. Ouders laten het niet binnen. Met de moeder gepraat. Ze geeft aan, de moeder geeft aan van ja, ze is toch nooit thuis. Waarom kan ze nu dan opeens wel? Waarom zou ik het nu binnen laten? Mevrouw vertelt het niet, zo werkt en ze mag naar binnen. Nou, mevrouw, u mag naar binnen. Hallo. Oké, ik waardeer het heel erg, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, weet je wat ik altijd zo naar vind met dit soort situaties? Het wordt dan nu goed gemaakt, denk ik dan altijd maar zo. Is nu goed gemaakt, ze mag naar binnen. Maar vervolgens komt ze binnen en dan zal de sfeer echt gewoon niet leuk zijn. Want en... ze is binnen terwijl die moeder dat niet wil, dus dat zal wel ruzie worden. En, zie je, die moeder loopt al weg. En, de dochter wordt boos tot de moeder dat niet binnen laat. En de moeder wordt boos tot ze de politie heeft gebeld. Dus ja, dat is, gezellig daar denk ik. Maar de moeder is al weggelopen, ik denk dat ze wel verstandig is in dat opzicht. Zijn ze dat nou samen? Nou, ze lopen samen weg, zal wel koffie gaan drinken of zo. Allemaal weer goed. Wij gaan door. Volgende melding. Om de hoek zou geschoten zijn. Ik zie het niet. Oké. Okay. Dit is een BTV situatie met gijzeling. Zijn met spoed, eenheid erbij, ik ga gewoon nooit kunnen indrukken, heb ik open radioverkeer met de meldkamer. Als ze gaan met spoed, eenheid erbij, er staat een persoon met een heel groot vuurwapen en een gijzelsituatie. Met de politie, laat dat wapen vallen. Wapen laten vallen. Laten vallen. Ze gaat schieten op dat meisje. Wapens bergen en zo, daar ben ik weer. Hey, wij hebben alles een beetje gedaan. Meldingen gehad, administratie middels gedaan. Hoor dan piep? Nee, toch niet. En ja, dan is er nu... ben ik nog gek aan het worden? Oh, ik weet al wat het is. Ik heb TeamSpeak aanstaan. En omdat ik, ja, ik zit in een kalender natuurlijk.
En ik had mijn microfoon even snel gemute, want ik zit te wachten omdat mijn rangen opeens weg zijn. Dus nu heb ik mijn microfoon gemute en dan geeft hij dat piepje zo van, hé, je microfoon is gemute, maar je bent wel aan het praten. Dus we maken het kort. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. Ik weet niet wat. Ik weet wel dat jullie even in een reactie moeten zeggen of jullie Kim een leuk idee vinden. Kim kan niet heel veel, en dat bedoel ik niet negatief, maar meer van, ik heb niet heel veel uniformen anders dan politie. En ik weet niet, ik geloof dat ze politie en verkeerspolitie kan, qua uniformen en that's it. Ze kan niet motors, ze kan niet, noem maar op, denk ik. En één nadeel is, ze zal nooit samen met Wim kunnen. Want het is of Wim of Kim, maar ik kan geen van die twee kan ik als bodyguard of als partner. Dus ze kunnen niet samen. Ik hoop dat jullie wel nog een keer terug willen zien. Laat het zeker even weten en dan zie ik jullie over 2 dagen. Doei!